Yo mensen van Omgamen, leuk dat jullie kijken naar deze video. In deze video ga ik met jullie verder met Tech It. En dit is de 23e episode als ik het goed heb. Ik weet het niet helemaal zeker, maar dat maakt mij ook helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker beginnen. En ik hoop dat jullie het weer leuk gaan vinden. Wat ik deze episode wil gaan doen, daar ben ik eigenlijk nog niet helemaal achter. Ik moet nog een beetje gaan kijken, een beetje aandurpen, een beetje opletten. En gewoon eens even gaan kijken wat jullie mij willen doen. Oké, natuurlijk moet ik weer een Facebook berichtje binnenkrijgen. Dat gebeurt mij echt altijd op de meest irritante momenten. Maar in ieder geval, we gaan lekker verder met Tech It. En ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Ik denk echt dat iedereen het leuk vindt. Want op een of andere manier is Tech It gewoon uitgegroeid tot een van de meest populaire series op Doe Maar Gamen. Naast Survival Island. Ik weet niet waarom, maar jullie vinden het gewoon heel tof. Nou, eigenlijk weet ik wel waarom. Ik denk omdat ik het tof vind, dat jullie het ook gelijk tof vinden. Ik denk dat dat wel met elkaar te maken heeft. Want als ik het tof vind, dan zien jullie dat. Dan merken jullie dat aan hoe ik doe. Kijk, als ik bijvoorbeeld een spel moet spelen dat ik niet leuk zou vinden, dan zou ik zeggen: hallo mensen, vandaag gaan wij dit spelen. En het is een indie game en papapa. En als ik echt iets leuk ben, ik echt: hallo mensen van Doomgame, leuk je kijken naar deze nieuwe video. Deze video met jullie tech. Snap je? Jullie merken dat aan mij. En dat vind ik super chill. Want op die manier weet ik dus ook dat jullie mij kennen. En dat vind ik hartstikke tof. Dus wat gaan we doen? We gaan lekker beginnen met Minecraft Tech It. En deze episode weet ik nog niet wat ik wil gaan doen. Misschien kijk ik gewoon intussen de episode even op de laatste episode die ik net online heb gegooid. Episode 22 staat net online. Dus over een paar minuten ga ik die even checken. Even kijken of mensen mij nog wat te zeggen hebben. Het enige wat ik echt vervelend vind aan sommige mensen is dat ze de hele tijd zeggen: maak Dark Matter. Nou, dan ga ik jullie even laten zien wat Dark Matter is. Dark Matter, dat is dit. Oké? En dat maak je met een fucking block of diamond. Zoveel diamond heb ik niet. En als je denkt dat dat alles is, moet je ook nog zoiets hebben. Kijk, als het nou makkelijk voor mij is om hier aan te komen, zou ik zeggen: oké, dan maak ik een Dark Matter. Want in principe is het niet zo heel het probleem. Want je moet even denken. Je moet 3 diamond blocks en 2 losse diamonds hebben. Dat is in totaal, even denken, dat is 15, 16, 23, 25, 26, 27, 8. Dat is 29 diamond. En dat is in principe niet zo moeilijk om te krijgen. Ik bedoel, je gaat gewoon een beetje minen. Je gaat een beetje condensen. Ik weet niet hoeveel diamond ik nu al wel niet heb. Hoeveel diamond heb ik? Zoek eens heel even kijken hoeveel diamond. Ik heb nu 5 diamond. Dat is niet heel veel, maar dan ben ik al op weg. Alleen, voordat je echt dat Dark Matter hebt met ook al deze dingen, dan ben je alweer een heel stuk verder. En dat is een beetje het nadeel. Ook al zou ik het natuurlijk wel graag willen. En koffie, dat snap ik nog steeds niet hoe dat zit. Huh? Cold coffee. En dan doe je er een stick bij en dan krijg je warm dark coffee. Oké, episch. Maar ik ga dus wel even de laatste episode checken. Ik ben namelijk nu wel benieuwd of er nog mensen zijn die belangrijke en leuke dingen in de comments achterlaten. Als ik jullie vraag, willen jullie challenges in de comments achterlaten? Kom dan alsjeblieft ook met challenges waar ik echt wat aan heb. Dus niet van maak dit van Dark Matter en dat. Even kijken. Even kijken. Ja, hier, ik bedoel, ik zie alleen maar, ik vind Tech It leuk, ik wil meer Tech It. Ja, je wil meer Tech It, maar dan moet je ervoor zorgen dat je een leuke challenge achterlaat, zodat ik meer Tech It kan doen. Dat is een beetje belangrijk. Maar ja, even kijken, wat zullen we even gaan doen? Ik heb natuurlijk vele verschillende soorten dingen die ik kan craften. Als ik nou eens gewoon, kijk, de vorige episode heb ik natuurlijk de Ender Push gemaakt. Voor de mensen die niet weten wat het is, dat is eigenlijk gewoon een zak en die kun je gewoon meenemen. En daar heb ik eigenlijk al mijn Ender stuff in. Dat vond ik wel een grappig idee van mezelf. Dus dat is heel erg leuk, dat hebben we de vorige episode gemaakt. Dan hebben we hier onze silver chest. Die heb ik ook vorige episode gemaakt. Ik heb trouwens ook een block of steel. Best wel episch. Dus dat is in principe ook wel leuk. Ik bedoel, zo vind je nog eens wat. Maar als ik nou even ga kijken. Weet je, dat kan ik ook doen. Ik kan ook gewoon random eens gewoon even gaan kijken wat ik allemaal kan craften. Gewoon hier zo. Wat zul ik eens gaan craften? Wat is een RM blok dan? Oké, die is heel duur. Ik zou ook niet weten wat je daarmee moet. Oh ja, dat zouden we doen. Uiteraard. Hier, dan schiet het ineens in me op. We zouden een nieuw huis gaan maken, mensen. Dat is wat we zouden doen. Daar kom ik nu pas achter. Oké. Een nieuw huis. Nu hoor ik jullie denken: Joppe, ga je dat huis maken? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Het is een beetje een twijfelgeval. We kunnen het uiteraard hier vlakbij ons oude huis gaan maken. Maar het lijkt mij een beter idee om het gewoon echt bij mijn nieuwe huis te gaan maken. Ik heb niet voor niks deze French gemaakt vorige episode. Dat is juist omdat ik dus een nieuw huis zou willen maken. Ik kan zeggen dat ik helemaal daar naartoe ga voor een nieuw huis. Of ik doe het gewoon hier zo. Het lijkt mij wel een goed idee om het echt helemaal ergens anders te doen. Maar wat heb ik daar nou voor nodig? Nou, wat mij het beste lijkt is om gewoon een aantal resources mee te nemen waarvan ik denk dat ik ze nodig heb. Wat mij vet lijkt is om mijn huis te gaan maken van moet ik even nadenken. Denk er sowieso van oakwood. Ik wil het maken van oakwood. Dat vind ik wel een idee. Laat ik dat maar gaan doen. Dus ga ik gewoon heel veel oakwood planks maken. Die neem ik allemaal over. Heel veel oakwood logs. Die neem ik mee. En dan ga ik gewoon een huis van oakwood maken. Daar begin ik gewoon mee. Dat is nog niet helemaal wat ik ga doen, maar daar begin ik mee. Dus dit even weg. Even kijken. We hebben namelijk enorm veel spullen. Die moet ik dan ook nog allemaal wegdoen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga eerst even alles hier zo in doen. Oké, die twee neem ik wel mee. Ik heb alleen even wat eten nodig. Heb ik dat nog? Ja, ik heb hier 10 van dit. Heb ik nou echt helemaal geen eten? Dan moet ik dit gewoon even verbranden en is het klaar. Ik heb hier gewoon... Oh ja, dit zouden we ervoor gaan gebruiken inderdaad. Oké, dan is het goed. Dit zouden we ervoor gaan gebruiken. Dan doe ik eerst heel even hier wat vlees in. Dan kan ik dat even omsmelten. Dit heb ik dus ook helemaal niet meer nodig. Want zodra... Oh, ik heb hier nog vlees. Oké, nice. Dan ga ik heel even kijken wat ik even weg kan doen. Als ik nou even 1 diamond pak.
Dat jullie denken, Job, wat de fuck ga je doen? Rustig. Ik ga even... Nee, geen diamond. Ik pak gewoon even... Wat zul ik eens pakken? Een helmet. Kijk. Die open. Hop. Kan dat niet? Oh nee, wacht. Kijk. We hebben lekker veel locks, oké? Dit moet echt genoeg zijn om mee te gaan beginnen. Dus dit gaan we gebruiken voor ons huis. Dat is in principe wel genoeg. Oké, dat is tof. Wat ik dan eigenlijk nodig heb is glas. Heel veel glas. Dat heb ik geloof ik ook nog ergens in zitten. Hier heb ik nog wat glas. Wat doe ik dan? Dan pak ik gewoon even wat steen. Dat heb ik hierin. Hoppakee. Dan ga ik dat steen gewoon even hierin doen. Voor glas. Hoppakee. Misschien makkelijker als ik gewoon even iets zeldzaams ingooi. Dan gaat het lekker snel. Zoals bijvoorbeeld... Zeg eens even iets wat een beetje zeldzaam is. Dan doe ik het met water. Nou, zul je zien hoe snel dat gaat. Zo, klaar. Zo. Hoppakee. Meer als zat, stop maar. Want anders gaat het iets te veel worden. We hebben glas, we hebben loks. En wat hebben we nog meer nodig? Wat mij vet lijkt, is gewoon voor decoratie bijvoorbeeld dit te hebben. Het bookshelf cover. Maar dan heb je dit voor nodig. Emerald, iron en sticks. Oké, dat klinkt niet heel moeilijk. Laat ik het zo zeggen. Emerald, iron en sticks. Iron. Emerald. Heb ik dat nog ergens? Ik geloof dat ik dat altijd opmaak. Of niet? Ja, hè? Dat maak ik altijd op. En als ik nou zeg dat ik bijvoorbeeld... Heb je ook meerdere soorten? Want je hebt die dan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook... Ja, wat doe ik eigenlijk moeilijk? Ik kan gewoon heel makkelijk aan bookshelves komen. Dat bedenk ik me niet. Maar dat is eigenlijk vrij simpel. En die? Die maak ik gewoon met alleen maar iron. Zal ik dat eens doen? Ja, ik ga dat gewoon eens een keer doen. Dus die doe je sticks. Heb je daarvoor nodig? Zo. Kut, wat doe ik? Nee, hoe doe je dat nou ook weer? Kijk, ik vergeet dat echt de hele tijd. Wat? Dat is niet wat ik wou maken. Dat is ook niet wat ik wou maken. Nu ben ik het weer kwijt. Ik wou dit maken. En dan heb je die. Oké, dat is niet zo moeilijk. Zo. Pak ik dit. Hoppakee. En dan doe je dat bij een bookshelf. Pak ik gewoon even een bookshelf. Kan ik dat niet met een French doen? Nee, dat kan niet. Oké. En dan maak ik even snel een boekenkast. Want dat vind ik wel altijd leuk voor decoratie, boekenkasten. Dus dat wil ik ook hebben. Zo. Oké. En als het goed is, en ik doe dan dit. Dan heb je die. Dat is episch, dat gaan we doen. Maar wat ik eerst even ga doen, is heel veel van die boekenkasten even condensen. Zodat we er even lekker veel van hebben. Die zijn best wel heel duur. Dus dan gooi ik er even een diamond bij. Of even iets wat een beetje goed werkt. Diamonds. Kijk, dit gaat een beetje langzaam. 25 krijg je er maar van, man. Die dingen zijn duur. Dan kunnen we er beter slabs van maken, heb ik het idee. Hoe duur is dat? Zo. Dan hebben we 30 van die slabs en 30 hele boekenkasten. Ga ik heel even kijken hoe die slabs werken, hoe dat eruit ziet. Ik wil namelijk mijn huis even echt mooi inrichten. Weet je? Dat... Oh. Oh, dat is best vet. Dat is best episch. Oké, dan gaan we dat doen. Dus, dan hebben we eigenlijk alle benodigdheden om met ons huis te gaan beginnen. Of even ook wol nodig. Daar kun je ook wel vette dingen mee doen, wol. Even kijken, heb ik wol? Ik heb hier wel strings, ja. 48 EMC heeft dat. Dat is best duur. Zo. Want ik heb echt nu veel te veel glas. Dat is ook weer zo dom van mij. Zoveel glas heb ik lang niet nodig. Hier, dit mag erbij. Zo. Sticks mogen erbij. Laat ik dat nano saber dingen maar niet bij doen. Want die hebben we toch echt nog nodig. Die heeft ook geen EMC. Dus dat kan niet. Maar even om het idee. Dat is niet het juiste. Dit is het juiste. Doe je die erin. Ga ik even pitten. En dan gaan we zo te beginnen met ons huisje. Er zijn monsters dichtbij. Dan doe ik het heel even peaceful. Want ik heb een scheidhekel aan monsters. Maar wat dus eigenlijk een beetje het idee is nu. Is dat wij een heel mooi huis gaan creëren. Dat is een beetje het idee ervan. Oké? Dat is heel simpel. Een mooi huis. Dat is niet zo moeilijk heb ik het idee. We kunnen ook iets met bepaalde... Wat is nou echt? Dit is wel vet, hé. Maar we kunnen ook iets gaan doen met van die quartz dingen. Die vind ik ook wel fucking episch. Zijn die duur om te condensen? Waarschijnlijk wel. Die zijn wel episch. Ik denk dat jullie wel... Ja, niet die. Die quartz. Nou ja, we gaan maar gewoon beginnen met ons huisje van hout. Dat is niet zo moeilijk. Heb ik mijn nano saber alweer kunnen pakken? Die doet dat ook niet echt, hè. Heb ik iets van redstone bij me? Heb ik iets van redstone bij me? Is het niet? Ik heb redstone nodig voordat ik echt kan beginnen. Neemt hij trouwens wel op? Hij neemt op. Dat is zo leuk om te zien, want dan ben ik altijd blij. Maar eerst moeten we dus even wat redstone hebben, voordat we kunnen gaan beginnen. Zit dat hierin? 5 redstone, ja. Oké, 5 redstone, dat is meer zat.
Redstone, joh. Redstone is duur, hoor. Ik wil niet veel zeggen, maar je hebt het bijna overal voor nodig. Zo. We zijn nog steeds niet begonnen met ons huis. En we zijn al echt fucking lang bezig, maar dat maakt niet uit. Het is altijd zo bij ons, dus dat is niet erg. Heb ik nou mijn nanosaber hierin gedaan? Nu ben ik mijn fucking nanosaber weer kwijt. Jezus, waar heb ik die nou weer in gedaan? Hier zo. Waar is mijn nanosaber? Ik heb mijn nanosaber toch wel ergens in gedaan. Dat kan toch niet missen? Mijn nano... Heb ik die hier zo in gedaan of zo? Nee, waar is mijn nanosaber? Wat is dit? Oh. Die zijn zeldzaam, toch? Ja, dan kun je zo... Fuck die shit. Fuck mijn nanosaber. We gaan gewoon lekker beginnen. Even eten, want anders gaan we weer, kunnen we niet rennen. Oké, even serieus. Wat is nou het doel? We willen een huis gaan maken, oké? Heel simpel. We willen gewoon een fucking huis. Is ook wel leuk voor die quarries. Dan kunnen we die ook weer ergens anders plaatsen. Maar eerst moeten we weten waar we ons huis willen hebben. Ik heb het liefst op een beetje een vlak gebied. Zodat we lekker de ruimte hebben om te gaan bouwen. Want ik ga echt een enorm huis creëren, mensen. Ik ga echt een enorm huis creëren. Echt ziek. Ja, jullie gaan echt denken, joh, wat de fuck, dit is overdreven. Ik weet het, dat gaan jullie denken. Dat is het waarschijnlijk ook, want als ik iets bouw is het... What the fuck? We gaan het hier doen. Prachtig. Eerst wil ik dit zo hebben. Eerst dit even weghakken. Kijk, ik wil eerst helemaal... Kijk, dit is kut. Dus dat moeten we dus vermijden, dat gebeurt. Eerst wil ik gewoon dit, en dan echt heel lang. Zo... Dit wil ik gewoon een tijdje door hebben. Ik kan het net zo goed gewoon zo doen. Ja. Ja, inderdaad. Dit is veel. Kijk. Ja, ik weet het. Het is lang. Het is groot. I know. Maar dat maakt niet uit. Dat moet. Jullie gaan echt denken dat ik overdrijf. Dat zou ook wel kunnen. Alleen, we willen echt een enorm huis, mensen. Want als jullie willen dat deze serie nog een tijdje doorgaat... en jullie willen dat ik nog vele apparaten ga bouwen... hebben we vele kamers, verdiepingen en andere dingen nodig. Dus geloof me, dit moet even. Dit is gewoon even nodig. Ja, ik vind het mooi worden. Kijk, we hebben heel veel van die locks nodig. Dat is één ding wat zeker is. Daar hebben we er echt heel veel van nodig. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, I don't care. Zo. Even kijken. Beetje klein nog, maar komt wel. Dan moet ik even zo doen. Hop, hop. Ja, kijk. Dan kunnen we namelijk weer verder gaan. Ik moet natuurlijk niet vallen. Zo. Zo. Ja, dit is zo kut, hè, als dat gebeurt. Nu ben ik hier. Ah, dan doe ik gewoon twee. Zo. I don't care. We hebben toch genoeg locks, joh. Wat maakt het uit? Zo. 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 Want wat ik dus eigenlijk wil, is gewoon een enorm huis creëren... die we voornamelijk kunnen gaan gebruiken... voor al de machines erin te zetten. Dit gaat nog wel een tijdje door, zie ik. Zo. Hoppakee. Hop, hop, hop. Bam. Zo. Nou, dit is dus eigenlijk hoe het gaat worden. Dit is de omtrek van mijn nieuwe huis. Inderdaad, het is vrij groot. Maar geloof me mensen, we hebben het nodig. Dus jullie gaan zo meteen wel zien waarom. Ik wil namelijk al die apparaten die we nu hebben, wil ik een speciale kamer geven. Dus elk apparaat een speciale kamer. Dus dat we dan 4 condensers hebben. Jullie snappen wat ik bedoel. Het wordt gewoon fucking episch. En dat gaan jullie allemaal nog wel zien. Jullie kunnen uiteraard altijd nog leuke dingen in de comments achter laten waar ik wat aan heb. Als jullie denken, ja Job, je moet dit en dit anders doen, laat het me gewoon weten. En ik heb gewoon scheppen toch, of niet? Ik heb maar geen schep. Ik heb geen eens een schep. Oké, nou ja, dan maken we toch even een schep. En we hebben toch uiteindelijk een workbench nodig, dus fuck die shit. Hop. Hop. En een schep. That's it. Het gaat een stukje sneller, mensen. Dus wat eigenlijk het doel is nu, is dat we gewoon een enorm huis gaan creëren. En dit vond ik persoonlijk wel een mooi gebied ervoor. En hoe groter het huis naar mijn mening, hoe beter. We gaan gewoon elke episode nu een beetje ons huis verbeteren. En als we dan ons huis klaar hebben, gaan we hem inrichten met alle apparaten. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we gewoon allemaal nieuwe dingen erbij bouwen. Zodat we echt een enorm mooi huis hebben. Want kom op, mensen. Het is een leuke serie in ons huis. Dat ziet er niet uit. Dat kan gewoon niet, hè. We hebben zulke mooie apparaten. We zijn al nu bij episode 23 of zo. Dan hebben we nog zo'n lelijk huis. Dat is gewoon niet te doen, vind ik. Kijk. Zo. Hop. 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 Hop.
De omtrek van ons huis is af. Oh mijn god, dit, zo'n groot huis heb ik nog nooit gemaakt. Ik heb nog nooit zo'n groot huis gemaakt. Maar ja, mij boeit het niet. Nu gaan we dit doen. Ik wil pilaren, die wil ik zo hebben. Hop. Inderdaad, dat moet heel hoog worden. Maar dat verwachten jullie ook wel. Want jullie hebben namelijk gezien wat voor huis het wordt. Echt, alles wordt gewoon groot, mensen. Kijk, zo. Zo. Zou dit hoog genoeg zijn? Jawel, toch? Dit is toch wel hoog genoeg voor een huis? Ik vind dat wel hoog genoeg. Het hoeft ook niet overdreven hoog te worden. Hoor mij dan, het hoeft niet overdreven hoog te worden. Maar het is gewoon een fucking 20 blokjes of iets. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, ik kan dit niet tellen. Dat moet ik anders doen. Hoe kan ik dit... Ik wil mijn jetpack bijna afdoen, man. Dit is vervelend. Nou ja, ik ga het gewoon verder hier. Maar dat is dus best wel... Ja, weet je, het ziet er heel overdreven uit. Ik weet dat jullie denken waarschijnlijk over... Ja, Job, kom op, man. Dit is toch veel te groot. Dat denken jullie misschien wel. Maar ga er maar vanuit dat we echt heel veel dingen, nog vette dingen willen gaan maken. Tenminste, jullie komen telkens met nieuwe ideeën. Ik krijg telkens nieuwe ideeën. En ja, daar moeten we gewoon grote voorzieningen voor hebben. En dit is mijn grote voorziening. Ja, daar komt het wel op neer. Dus daar gaan we ook lekker mee bezig. Zo. Zo. Ik geloof ongeveer dat hij zo hoog is. Dit hier, dat wil ik graag gewoon met hout gaan doen. En dan zo nu en dan een keer glas. Dus voornamelijk hout. Dus ik ga super veel hout fixen. Zo. En dan moeten we nu dit helemaal gaan doen. En ik weet het. Het is heel erg veel. Maar YOLO. Dit moet nou eenmaal, mensen. Dit zijn dingen die gewoon nodig zijn. Want zodra wij de hele tijd in dat lelijke kleine huisje... Het ziet er gewoon niet chill uit. Ik bedoel, dan hebben we zoveel mooie apparaten. We gaan telkens verder. We bouwen telkens mooiere dingen. En dan hebben we zo'n lelijk huis erbij staan. Weet je, dat is gewoon niet slim van mij gedaan. In het begin dacht ik van, oh, het is Tekkert. Het gaat om apparaten. Dus laat het huis maar zitten. Maar bij alle Tekkert-series die ik zie op gamekanalen... is het gewoon zo dat ze ook mooie huizen hebben. En ik snap ook waarom. Dat is ook gewoon leuker. Ik bedoel, als je een mooi huis hebt en je gaat ooit een map download doen... dan kunnen mensen ook echt zeggen van... wauw man, je hebt echt een mooi huis. En als ik nu een map download ga doen... dan kunnen mensen niet zeggen... wauw, je hebt een mooi huis. Want ik heb gewoon geen mooi huis nu. Nu, als dit is mijn nieuwe huis. En die ziet er best wel vet uit. En er komen hier zo meteen ramen. Ramen komen er namelijk ook in. Uiteraard. Want zonder ramen is het geen huis, vind ik. Ik vind echt dat ramen, die horen gewoon bij een huis, naar mijn mening. Dus er komen zo meteen ook gewoon ramen in. Zo. En verder. Hoppakee. Is het Minecraft-geluid trouwens niet te hard? Nee, dat valt mee. Hij is wel aan het opnemen, nice. Wordt een iets langere episode dan normaal, I know. Maar dat heeft ermee te maken omdat we echt ook wat willen doen deze episode. Kijk, nu heb ik iets wat ik wil gaan doen. En dan worden de episodes gewoon ietsje langer. Even kijken. Nou, het begint ergens op te lijken. Ik zeg niet dat dit een heel iets moois is, maar het begint ergens op te lijken. Kijk, doe gewoon zo. Hoppakee. Nou, op deze manier gaan we dan de ramen creëren. En ik wil onder zoveel lagen heus wel even wat ramen doen, zodat je in ieder geval even naar buiten kan kijken. Vind ik ook wel leuk. Maar dit is ongeveer hoe het gaat worden. Dit is gewoon, ja, hoe het is. Zo. Kut. Kut, ik ben nu alweer aan het verkutten. Geen probleem. Zo, we hebben toch genoeg glas. Kijk, in het echt ben je altijd heel voorzichtig met glas. Maar omdat je nu kan condensen, hoeft dat zeg maar niet meer. Ah, mag wel nog een laagje hoger of niet? Of zijn zulke ramen juist leuk? Misschien is het juist wel leuk. Want ramen die te hoog zijn, zijn er ook nooit mooi, vind ik. Zullen we hier boekenkasten gaan leggen? Nee, nog niet. Zo kan het ook, hè. Je kunt het ook gewoon zo doen. Zo, en dan tik, 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 tik. Dat gaat wel iets langzamer, maar dan heb je wel gelijk twee lagen klaar. Weet je, ik heb echt het gevoel alsof ik nu in creative speel. Ik weet niet. Ik haat creative, ik vind dat echt niet leuk, dingen bouwen. Maar in survival vind ik het wel leuk. En omdat het nu survival is, vind ik het op een of andere manier... ja, best wel leuk om dingen te bouwen. Ik bedoel, we hebben al een aardig groot huis. Als jullie nog leuke ideeën hebben voor kamers of voor automatische liften of dingen... laat het me hier beneden weten in de comments. En als jullie iets leuk hebben wat ik de volgende episode moet gaan doen... laat het me hier beneden weten in de comments. Waarschijnlijk ga ik gewoon verder met mijn huis. Dus als jullie nog leuke dingen hebben voor mijn huis die ik eraan toe moet voegen... laat het me weten. Misschien bepaalde materialen of iets. Het begint ergens op te lijken. Ik bedoel, we hebben in één episode dit al helemaal kunnen neerzetten. De omtrek is sowieso al af. Zal ik nu weer een raam doen? Lijkt me wel vet. Ja, ik ga gewoon nu weer een raam doen. Dat lijkt me episch. Twee hoog. Twee hoog vind ik wel best voor een raam. Zo.
Hoppakee. Nou, ik vind mijn huis tot nu toe best wel chill eruit zien. Ik bedoel, het is niet echt een masselijk huis of zo. Het is gewoon een heel basic huis. Maar het is wel groot en basic. En op die manier kun je de kamers ook best wel mooi doen. Dus ik vind het wel chill. Oké, wat doen we? Oh zo. Tik, 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 tik. Zo. Ik vind het chill. Ja, ik vind hem chill. Begint al ergens op te lijken, vind ik wel. En als we daar nou, dan doen we de bovenste laag doen we ook nog van glas. En dan zijn we klaar. Dus we moeten nu dit doen. De laatste finish and touch. Dat is eigenlijk dit. En dan hebben we de eerste rij met... dan hebben we gewoon eigenlijk onze eerste muur hebben we dan af. En dan moeten we natuurlijk ook nog de hele grond gaan doen. Ik weet niet of ik dat offscreen ga doen. Ik denk het niet. De grond, ja, ik wil eigenlijk gewoon echt alles onscreen. Want dit is gewoon echt een onscreen serie. Ik vind het nooit leuk als mensen dingen offscreen doen. Dus we moeten de grond nog doen uiteraard. Dat wordt echt het allermoeilijkste, denk ik. Want dat is met een schep. En als jullie trouwens iets hebben waar je heel erg makkelijk dingen kan slopen, laat me hier beneden weten in de comments. Want ik doe het natuurlijk met een schep. Als jullie denken, ja Job, ik heb iets waarbij je echt de grond in één keer weg kan halen. Dat zou pas chill zijn. Bijvoorbeeld, weet ik veel, een magische schep of zo. Want dit gaat best wel lang duren. Nou, dit niet, maar die grond verwijderen. Dat gaat mij echt best wel heel lang kosten. Niet dat dat erg is, maar het is wel zo. Doen we hier nog even zo. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Ah, gaat goed, gaat goed. Gaat heel goed. Ik moet alleen nog even kijken hoe ik de volgende episode het dak ga maken. Of nou, niet de volgende episode, maar hoe ik het dak überhaupt ga maken. Gaat het gewoon een plat dak worden? Gaat het een puntdak worden? Dat vind ik ook dat jullie dat een beetje kunnen mogen beslissen. Of kunnen mogen beslissen. Gewoon mogen beslissen. En mijn glas is op. Nou, ik moet zeggen mensen, dat ik hier de episode wel mag afsluiten. Want ik vind het eigenlijk best wel mooi wat we deze episode hebben kunnen doen. Dit wordt dus eigenlijk ons huis. Deze muur die we hier hebben, die moet ook nog daar komen. Oh, holy shit, cool man. Ik schrok me dood. Deze muur die moet hier komen, die moet daar komen, die moet daar komen en daar komen. Dan moeten we de vloer nog maken, dan moeten we het dak maken. En dan kunnen we het verdelen in kamers. Dan pakken we met dit mooie dingetje al onze machines. Die zetten we erin en hebben we ons mooie nieuwe huis op het mooie nieuwe land. Ik wil jullie danken voor het kijken van deze video. Vond je dit nou leuk? Vind je dan wil je meer tag het hier op Doe Maar Game? Laat dan even een groen duimpje achter. Laat hier beneden in de comments achter wat ik de volgende episode moet gaan doen. Hier in mijn tag zou ik hartstikke tof vinden. Heb jij nog een leuk ontwerp voor mijn huis? Laat hem gewoon lekker weten in de comments. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer met een nieuwe episode van Minecraft Tag It. Later.